Ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij. Jawel, lieve vrienden. Vorige week heb ik dit gemaakt. Deze prachtige vuist, vinger. En daar ga ik nu van alles aan verbeteren. Op de najaarseditie van Facts wil mijn dochter Mira deze character cosplayen. Dat is Vi van Arcane. En zoals je ziet, die heeft de grote vuisten. En vorige week heb ik al een beetje geprobeerd om die vuisten te maken. Ik heb het ambitieus opgevat, want ze moeten ook kunnen bewegen. En dat lukt behoorlijk, maar zoals dat je ziet, kijk, het doet nog niet 100%. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat de op- en neergaande beweging van de echte hand die in de vuist zit, ook de beweging van de vuist wordt. Maar sluiten is oké, dat gaat vrij vlot. Maar naar omhoog zie je het, mijn hand gaat hier al naar omhoog en nu pas gaat het open. Dat heeft eigenlijk te maken met een aantal zaken. Je ziet het hier. Ik heb de pees in de vinger gemaakt van een petfles. En kijk, je ziet hier nu al. Ja, voilà, zie je, dat plooit op zichzelf. Dus eigenlijk is de vinger te zwaar om omhoog geduwd te worden door een stuk petfles. Nu, ik zou nog een laag petfles kunnen erin doen. Hè. Dat is gemaakt dan 3-4 laagjes. Maar ik heb eigenlijk een betere plan. Dat ga ik straks zeggen. Want er is nog iets dat eigenlijk de opengaande beweging van de vinger belemmert. En dat kan je hier zien. Ik weet niet of je dat duidelijk ziet. Kijk, de petfles heeft eigenlijk nog te veel ruimte. Ik ga het zo doen. Hier te veel ruimte om... zie je dat? Ja, voilà, dat gaat hier nog op en neer. Dus dat is ook een extra beweging. Hier, dit, die we eigenlijk niet willen. Dus de PVC-buisjes hier, die de vinger in de vinger zitten, dat is eigenlijk gewoon te groot. Eigenlijk zou die moeten plat duwen. Dus platgedrukte PVC-buisjes zou al een optie zijn. Maar ik heb nog een beter ding gevonden. En dat zijn gordijnrails. Zie je dat? Dus als we daar de pees laten in bewegen, dan is er gewoon minder ruimte voor de pees om andere bewegingen te maken dan zo in de lengte te bewegen. Dus voilà, dat is aanpassing 1. Dus ik ga die gordijnrails gebruiken. In plaats van de PVC-buizen, dat heb ik vorige week uitgelegd, waarom gebruik ik de PVC-buizen? Ja, omdat er een hard stuk plastic in die vinger beweegt. En die vingers worden gemaakt van een soort van piepschuim, isolatieplaten en harde dingen die daarin bewegen. Dat maakt de binnenkant kapot. Dus daarom die PVC-buizen, die plastic. Maar dit is ook plastic, dus dat zal beter gaan. Gordijnrails. En in plaats van, en eigenlijk, ik heb het pas vorige week, Hans, op het einde ineens gedacht. Ja, in plaats van PVC-buizen te gebruiken, kunnen we ook zipties, hoe noemt dat? Zipties, er viel iets achterbij. Van die, je kent het wel, hè? Straps, zipties, koolstofbandjes. In iedere streek heeft het een andere naam, maar je kent het wel. Dat is ook stevige plastic die kan buigen en stevigheid genoeg heeft om, om een duwende werking te hebben. Dus we gaan dit vervangen. Dus PVC-buis wordt vervangen door dit. En sorry. De petfles wordt vervangen door dit. Dus dit wordt de pees. En de PVC-buisjes, die worden vervangen door gordijnrails. Voilà. Dus nu ga ik weer een andere versie van de vinger maken. Van zo'n lange vinger. En kijken of dat dan beter werkt. Maar ik denk het wel. Yes!
Oh, wauw. Ik vind het echt wel supergoed. Zie je, het is echt... Oké, wacht. De duim is gestopt met bewegen. Er is iets uitgevallen. Ik kom zo dadelijk terug. Ja, oké. Okay, yes. Voilà. Dus zoals ik al zei, het is... ja, het is veel beter gezierd. Hè? Dus de vinger volgt perfect de beweging van mijn hand nu. Dus er is geen verloren... geen bewegingsverlies door het gebruik van die straps. En ook de straps zelf hebben een soort van terugverend effect. Dat had ik eigenlijk ook al een klein beetje verwacht. Dus het veert eigenlijk van zichzelf ook al. Waardoor het eigenlijk al van zichzelf een klein beetje terugkeert. Dus ik moet ook niet te hard duwen om de vinger terug recht te krijgen. Oké, we zitten in de goede richting. Ook super trots op de manier waarop de strap hier van boven vastgemaakt is in de gordijnrail. Dat vind ik wel heel goed. Want nu zit het hier vast met een schroefje. Ik heb een gaatje gebrand in de strap en dan daar een schroefje door. En dan hier, dus stel dat het toch verslijt of dat de strap zijn verende werking verliest na een tijdje, dan kunnen we dat eigenlijk vervangen. Oké, en dat touwtje systeem moet ik toch... Ja, het systeem met het touwtje van de duim, daar ben ik nog niet tevreden over. Maar de vinger hier, dat is... Oké, dus nu ga ik 4 extra vingers maken en dan die duim hier ook eens met hetzelfde systeem laten bewegen. Dus goede vooruitgang. Yes, alright, super blij mee. Dit is eigenlijk gewoon net hetzelfde als daarnet. Hè. Dus ik heb nu die vingerkootjes allemaal gemaakt. En nu moet er nog een lint tegen de achterkant gekleefd worden als scharnier natuurlijk. Dat is niet zo interessant voor jullie. Voor mij is dat rustgevend, hè, want nu moet ik niet meer nadenken. Nu weet ik hoe het moet. En kan ik ondertussen een beetje over andere dingen nadenken. Mijn weekend bijvoorbeeld. Supercool weekend gehad. Ik dacht, misschien wordt dat een nieuwe rubriek. De Henk's leuke weekendtips. Ik denk het niet. Maar het was gewoon... Ik heb ook niet zoveel weekends normaal gezien. Dit is ook een van de laatste weekends dat ik nog thuis ben bij mijn gezin. Want normaal gezien in het weekend moet ik optreden. Hè. Ik zet hieronder een link naar alle speeldata, maar we gaan niet te veel reclame maken. Maar de tickets, hè, ze worden verkocht en hieronder staat de link. Maar dus, Henk's kleine weekend tip. Ik ben dit weekend naar Voorlinde geweest. Dat is een museum in Den Haag. In de buurt van Den Haag, het is Wassenaar, maar dat is een deel van Den Haag. En daar naar een tentoonstelling geweest van Ron Newick. Fantastisch. Maakt ofwel grote beelden van mensen, maar dan 3 keer zo groot of dubbel zo groot of veel te klein. Supercoole expo, echt waar, als je kunt. Den Haag ook, een supercoole stad. Zeker eens naar Voorlinde gaan, Ron Muick. Het is ook leuk, want je ziet ook, er is ook een video, ze tonen een film van hoe hij zijn beelden maakt. En dat vind ik dan natuurlijk super interessant. En jullie waarschijnlijk ook, want anders zou je niet kijken naar dit soort video's. Maar ja, echt Voorlinde, Ron Muick, zeker eens checken. Ik heb er echt keihard van genoten. Ik weet niet wat ik er nog moet over vertellen. Dit was Henk's kleine weekendtip. Maar goed, als je dan toch in Den Haag, als je dan toch in Den Haag zit, ga zeker ook eens naar het strand van Scheveningen. Cliché, ook super cool, echt waar. We hebben kunnen zwemmen, een van de laatste keren ook deze zomer. Weekendtip. Maar Ron Muick, echt waar, super cool. Voorlinde ook een zeer leuk museum. En Den Haag heeft voor de rest eigenlijk ook nog wel heel veel leuke dingen te bieden. We hebben ons echt niet verveeld. Meisje met de parel, dat hebben we ook gezien. Minder spectaculair, alhoewel ja, maar minder modern.
Goed, voilà. Dus dat was de weekendtip. Laat weten in de commentaren of dat ik dat nog eens moet doen. Als ik ooit nog eens een leuk weekend heb, dan geef ik zeker nog eens tips. Het is nog niet klaar, hè? Het is nog niet klaar, maar zie eens hoe goed dat dit is. Alright, man. Oh, daar ben ik super blij mee. Die duim, dat gaan we straks nog oplossen. Maar het coole is dus, en je ziet het ook natuurlijk, hè. Dus hoe schuin ik deze staaf hier naar beneden trek, heeft ook invloed op de beweging van de vingers. Waardoor dat je toch min of meer een klein beetje de vingers individueel kan plooien. Zie je? Dus normaal gezien, als het gewoon rechtdoor zou gaan, dan gaan ze allemaal tegelijk open en dicht. Maar door dus hier met de hoek van die en de helling van deze staaf hier te spelen, kan ik dus die vingers toch een klein beetje meer. Je zou kunnen iedere vinger inderdaad individueel van een ringetje voorzien en dat dan allemaal bespelen, maar dat lijkt mij om duur wel zeer lastig. En zo krijg je eigenlijk ook, op deze manier krijg je ook wel een variatie in het sluiten van de vuist, waardoor dat het toch meer een echte vuist lijkt in plaats van een mechanisch dingetje. Maar dat raar is, want ik maak een mechanische vuist waarmee gevochten wordt. Maar toch, je snapt wat ik bedoel. Nee, het is toch net ietsje echter. Oh man, hoe goed is deze? Super blij mee. Beetje stoeven op mijn eigen werk, maar jazeker. Pretty awesome, yeah. Yes! Check this! Goed, hè? Haha! Yep, en ik heb nu volledige controle. Het is nog altijd prototype gewijs. Wacht, die camera is daar raar gedraaid. Dat zal beter zijn. Zo, kijk, zie je het? Nu, de definitieve versie zal natuurlijk niet met plakband vastgemaakt worden, maar dan hier met iets met velcro, een band met velcro en zo. Maar voorlopig moet ik dat er nog niet aanzetten. We moeten nu eerst eens testen of dat alles... maar ik vind het wel cool, dus die vuisten komen dan naar omhoog. Ah, super cool. Zo, hè. Yes. Zo. Yeah. Dat is al een veel betere versie, een veel beter prototype. Hier zitten ook al dingen in die gewoon in de definitieve versie wel zullen gebruikt worden. Ik denk dat dit gedeelte hier nu wel een beetje smaller mag, want je ziet het ook, we zitten eigenlijk een beetje buiten de natuurlijke vorm van het hand hier. Dus dat zal een beetje smaller mogen. De duim is ook zeer goed, kijk, je ziet het. Ik heb zelfs geen elastiekjes meer nodig, want door de verende werking van de strap die hier als pees werkt, keert de duim eigenlijk vanzelf terug naar de gestrekte positie.
Dus dat is ook goed. Stel dat het toch nog niet genoeg is, want dat wordt natuurlijk zwaarder als je daar nog van alles bij plakt. Kan het nog altijd aan de achterkant ook nog een strap hangen. Die zal dan ook verend werken en dat zal ook weer beter zijn dan een elastiekje. Ja, maar heel veel problemen opgelost. Hier, dat was ook gedoe. Is nu ook weer beter door wat schuine dingen te zagen en zo. Maar dat heb je min of meer kunnen volgen, denk ik. Maar voilà, de prototype geslaagd. Ja, wat ik ook nog gemerkt heb, want ik ga alle foutjes wel nog opsommen. Kijk, hier heb ik een reparatie gedaan met plakband. Je ziet dat hier. Ja, als je het ziet, hoop ik. Hier, reparatie gedaan met roze plakband. Daarom is het niet zo goed zichtbaar. Want als je de vinger sluit, dan trekt de pees natuurlijk wel zeer hard aan de gordijnrails die op die XPS foam geplakt is. En dat is natuurlijk niet zo sterk. Dus deze heb ik al losgetrokken. Maar daar heb ik al een oplossing voor. Want uiteraard wordt alles nog bekleed met EVA foam. Dus als we daar rond, dus eigenlijk over de gordijnrail, ook nog eens EVA foam doen, dat die echt ook gewoon tegengehouden wordt eigenlijk door die EVA foam, dan gaan we dat probleem niet hebben. Dus yes. Ik denk ook nog uitsparing hier, hier en hier om, voor de pees om nog ietsje beter te laten de pees passeren. Hier dus een uitsparing in het hout. Dat gaat ook nog het systeem verbeteren. Dus ja, voilà. De volgende stap is het versieren met EVA foam. En natuurlijk nog een tweede vuist maken, want we hebben er twee nodig, hè. Twee voor onze VAI van de naam van de serie ben ik vergeten. Oh, maar ik vind het echt super cool. Ja, trots hierop. Ik hoop dat je het leuk vond. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En tot volgende week. Ciao!